Hallo, dit is Iris Patien voor Butterfly Circles met de vibraties van deze periode. Ik weet niet of jullie zich herinneren, ik heb een video gemaakt in Zuid-Dakota in Noord-Amerika en waar ik het heb over het afsluiten van één grote cyclus. Wel, deze periode kunnen we het felst van al voelen eigenlijk, dat we oude dingen opgeven en nieuwe dingen gaan integreren. We hebben een fantastische sterrenhemel met Jupiter die samen loopt, samen met Venus. En dat is een hele sterke periode. En nu zeker met de nieuwe maan die we gaan krijgen, nu vrijdag, hebben we een nieuwe maan. En die nieuwe maan staat natuurlijk ook in Schorpioen. Jupiter, Venus en de zon staan tevens ook in Schorpioen. Dus dat wil zeggen dat er een diep gevoel is. We hebben een diep gevoel van binnen dat het niet meer langer kan zoals vroeger. We hebben een diep gevoel van binnen dat we het nieuwe willen integreren in ons leven. En daarover wil ik het hebben in deze video eigenlijk. We komen vanuit een periode van het vissentijdperk. En we gaan in een nieuwe periode watermantijdperk. Wel, deze nieuwe maan is eigenlijk het afsluiten van dit vissentijdperk en het opnemen van het watermantijdperk. En waarom is deze periode een hele goede periode? Is omdat we heel bewust gaan zijn en het echt gaan voelen deze keer, wat we loslaten. Voorbijgaande periodes wisten we zelfs maar half, wat moeten wij hier loslaten? Welke zijn onze oude patronen? Wel, nu zal het er dubbel dik op liggen. Heel veel mensen gaan in de diepte kunnen voelen wat er juist scheelt met hen. Waarom ze net niet die stappen kunnen zetten in hun leven. Wel, deze periode is echt wel een periode om heel diep te gaan kijken wat er effectief eigenlijk op jouw bodem ligt. En het bubbelt, het komt naar boven. En waarom komt het naar boven? Wel, de aarde is ook in haar transformatie. En die stuwt enorm veel vuurkracht naar omhoog om jezelf terug bijeen te pakken. Om terug de waarheid te zeggen. Nu zul je die gesprekken kunnen voeren met jouw partner. Want als Venus en Jupiter samenlopen in het teken van Schorpioen, mag je zeker zijn dat op relatievlak dat er een en ander aan het bewegen is. Om nog meer tot jouw waarheid te komen. Het is nu het moment om uit te spreken wat je nooit durfde uitspreken. Je zult nu getriggerd worden door de ander, door het werk misschien, door relaties, door familie, door kennissen. Nu ga je echt getriggerd kunnen worden om jouw waarheid te zeggen, om te communiceren. Je kunt in de diepte gaan duiken, in de relaties nu. Heel veel schaamte, schuldgevoel komt naar omhoog waar je wel over kunt praten. Er zijn echt wel momenten geweest in ons leven waar we niet alles konden vertellen of niet alles konden uiten. Wel, nu krijgen we wel een mooie kans om het te voelen en het uit te spreken. Als we de dingen kunnen uitspreken met een gevoel, gaan we meestal de mensen niet kwetsen die we voor ons hebben. Als we het doen vanuit een oordeel, vanuit ons hoofd, dan kunnen we heel kwetsend zijn. Dus zeker met het teken Schorpioen is het aan ons om onze verantwoordelijkheid te nemen. Waar we nu staan en wat we van onszelf en wat we van een ander gaan verlangen. Wees eerlijk nu. Het is een goede periode, zeker om aan je relatie te werken nu. Om zelfs opnieuw te beginnen. Een nieuw begin te geven in jouw relatie die misschien al bestaand is. Of een oude relatie af te breken en een nieuwe relatie te beginnen ook. Het gaat erom om dieper in jouw eigen relatie te stappen. Je eigen relatie met jezelf. Dieper te gaan voelen wat jij wil van het leven, wat jij wilt van jezelf en wat je wil van een ander. Het is belangrijk ook om te voelen wat je wil van jezelf. Geef je jezelf die ruimte om te ontplooien. Geef je jezelf de ruimte
om nieuwe projecten te starten? Geef je jezelf die ruimte om echt te zijn wie je echt bent in deze wereld? Want het wordt meer en meer belangrijker. Want ik zie ook in onze wereld, onze westerse wereld, de oude religie komt terug naar omhoog. De aarde verlangt van ons dat we terug onze oude krachtplekken terug gaan activeren. Dit wil ook zeggen dat we onszelf terug gaan initiëren. Dat we terug het oude, de oude religie gaan oppakken. Wie we echt zijn. En niet gaan consumeren van andere religies. Al onze krachtplaatsen, onze goden en godinnen staan klaar om terug opgenomen te worden in onze hedendaagse religie. Dit betekent voor mij, religie is verbinding met al wat is. Dus ik wens jullie een prachtige nieuwe maan en ik wens jullie een hele fijne periode toe. En ik zie jullie graag terug volgende maand met een nieuwe vibratie. En dit zal iets langer duren, dit zal het einde van het jaar zijn. Dus dank jullie wel en tot ziens.